Rettekatet, vandaag maken we een raket. Fruitraketjes zijn echt het ideale voedsel voor marsmannetjes. En oh ja, ook voor iedereen op de planeet Aarde, zoals wij. Kijk Seppie, ik maak het van fruit. En het is zo lekker, het is bijna net als snoep. We hebben nodig druiven, bosbessen, aardbeien, ragertjes en een lange prikker. We beginnen met de ragertjes. Die vouwen we dubbel, zo. Zorg ervoor dat ze ongeveer even lang zijn. En dan gaan we het hier omheen vouwen, aan de onderkant. Want dit wordt namelijk het vuur wat uit de raket komt. Zo. Deze zit goed vast. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we het fruit eraan rijgen. Ik pak een druif. Die prik ik er zo doorheen. Dan doe ik nog een bosbes. Nog een druif. En dit doe je eigenlijk tot je hele prikker vol zit. Deze er nog bovenop. Zo. Zorg er wel voor dat je aan de bovenkant nog een plukje overhoudt. Want daar moet het puntje van je raket op. En laatste, druif. Zie, ik heb hier nog wat over. En daar doe ik dan deze bovenop. Zo. Kijk eens. Dat is een coole raket. Als ik hem opeet, ga ik misschien wel zweven. Je was erin getrapt, hè? Het is maar een snoeprups. En rupsen en beestjes, die wil je normaal niet in je eten. Maar ik weet wel een hele leuke manier om ze op te eten. Klinkt gek, hè? Maar ik leg het je uit. Kijk, vandaag maak ik fruitrupsen en smulslakken. En wat hebben we daar allemaal voor nodig? Je hebt nodig selderij, bosbessen, roomkaas, tomaatjes, druiven, een appel en snoepoogjes. We beginnen met het lijfje. En daarvoor hebben we een stuk selderij nodig. Zo, dit stukje hebben we nodig voor het lijfje. En aan de onderkant snij je nog een stukje ervan af, zodat hij goed blijft liggen en niet omrolt. Zo, zit hij helemaal stevig. Als je dat hebt gedaan en je selderij ligt goed stevig, dan gaan we er wat roomkaas in smeren. Zo blijft het huisje van je slak goed plakken. Helemaal vol. Zo. Dan hebben we een appel nodig. En die appel snijden we doormidden. Zo. En je wilt er eigenlijk een schijfje van maken. Dus we doen het nog een keertje. Dit wordt namelijk het slakkenhuisje. Zo. Maar omdat die zo veel te rond is, snijden we er nog een stukje vanaf. En als je dit dan bovenop de roomkaas zet, dan wordt het al bijna een slak. Zie je dat? Een slak heeft natuurlijk ook een hoofdje. En die maken we van dit mooie tomaatje. Die zetten we zo hier neer en heeft een klein kroontje op. Dat is toch schattig? En een slak heeft natuurlijk ook oogjes. En daar heb ik deze snoepoogjes voor. We pakken weer een beetje roomkaas. Zo, die smeren we erop. Hier, het eerste oogje. Zo, en zo. En om het helemaal af te maken, een bosbes voor het staartje. Zo, en daar is je smulslak. Super, super lekker. En het is nu weer tijd om een leuk filmpje te kijken. Kijk je met me mee? Ik heb hier een paar hele lekkere groentes liggen. En we gaan er een groentetrein van maken. Zijn we er klaar voor? Ja. Zijn we er klaar voor? Ja! Zijn we er klaar voor? Ja! Ja! Oké, Roman. Jij mag de komkommer in plakjes snijden. En Lena, zou jij dan misschien de selderij door midden willen snijden? Ja. Hier. Dan maak ik van deze paprika een wagonnetje. Dus ik snijd eerst een stukje hier ervan af. Zo. En als je hem dan openmaakt, dan zie je dat er allemaal pitjes in zitten. En die zijn eigenlijk niet zo lekker. Dus die haal ik eruit. Voorzichtig voor je vingers. Kijk, zo lijkt het al op een bakje. Maar we hebben nog wieltjes nodig. En kijk, Roman is al mooi wieltjes aan het maken. En met een satéprikkertje kan ik die er zo aanmaken. Die prik ik hierin. Deze prik ik er op.
En kijk eens. Deze kan daar weer op. En heb ik al een wieltje. Je hebt ze allemaal al gesneden, joh. Ik heb hier nog een paar liggen. Kijk eens, Lena. Doe deze ook maar. Voorzichtig voor je vingers, hè? Ja. Dat je jezelf niet snijdt. Zeg, Lena. Ja? Help jij thuis ook wel eens een keertje in de keuken? Ja. Ja? En wat doe je dan? Dan doe ik meestal helpen met het beslag maken of zo. Ik help met de dingen uit de oven halen. Uit de oven halen? Hoeft dat niet heel voorzichtig dan? Nee, maar dan geef ik de wand aan. Ah, zo. Wat goed. En jij, Roman? Nou, ik help vaak met taarten bakken of zo, cakejes. Echt? Taarten bakken? Ja. Kan je dat goed? Ja, heel goed. Ja. Dat wil ik wel een keertje zien, hoor. Zo. De treinwagonnetjes zijn klaar. En nu gaan we ze vullen met groenten. Kijk eens, ik zal het treintje wat dichterbij schuiven. En dan mogen je ze helemaal vol proppen met groenten. Lekker. En, vind je hem goed gelukt? Ja. Ja, perfect gelukt. Jij hebt thuis vast ook zin om zo'n lekkere groententrein te maken. Weet je wat? Maak er een foto van en stuur hem naar me op. En misschien zie ik jou dan wel terug in mijn zeppelin. Weet je wat ik eigenlijk echt super vies vind? Maar echt bleh. Bloemkool. Jakkes. Maar mijn moeder maakt bloemkoolhondjes. En moet je raden? Super lekker! Dus als je bloemkool vies vindt, of je houdt van honden, dus eigenlijk iedereen, dan moet je dit maken. Het enige wat je nodig hebt, is bloemkool, krentjes, tomaatjes en prikkers. Ik gebruik kleine stukjes bloemkool, die heten dan bloemkoolroosjes, om het hondje te maken. Kijk, deze kan ik bijvoorbeeld gebruiken voor het snuitje. 2 krentjes voor de ogen. Hier past er wel eentje. En deze kan wel hier tussen. Voor het tongetje gebruik ik een tomaatje. En dan heb ik maar een heel klein stukje van nodig. Dus voorzichtig snijden. Zo, dat is wel een leuk tongetje. Dat tongetje, dat moet dan hier tussen. Dus hier maak ik een klein sneetje in. Zo, goed uit elkaar. En deze prop ik daar dan zo tussen. Juist. Nou, het lijkt wel bijna op een poedeltje, maar een poedeltje heeft een lijfje nodig. En als lijfje gebruik ik nog een stukje bloemkool. Deze lijkt me daar wel goed voor. Met een prikker prik ik door het hoofdje. En dan zo in het lijfje. Zo. Perfect. Een kontje van nog een stukje bloemkool. Die leg ik hierachter. En wat pootjes natuurlijk. Hier een pootje en daar eentje. Voorpootjes. En niet te vergeten een klein staartje. Daar hebben we natuurlijk niet zo'n groot prikkertje voor nodig. Dus die breek ik af. Die prik ik hier doorheen. En dan zo op zijn kontje. En is hij niet schattig? In een schaaltje heb ik wat hummus. Dat is lekker om je bloemkool in te dippen en dan zo op te smikkelen. Echt om op te eten, deze poedel. En heb jij deze poedel nou ook gemaakt? Maak er dan een foto van en stuur hem naar me op. Hey Seppie, heb je iemand wel eens horen zeggen: snoep verstandig, eet een appel? Een appel is natuurlijk super gezond. Maar snoep ziet er zoveel leuker uit. Kijk maar naar deze donuts. Of, wacht eens even. Deze donuts zijn gemaakt van appels. Ze zijn niet alleen super gezond, maar ook super lekker. Zal ik jou eens laten zien hoe je ze maakt? Je hebt nodig een appel natuurlijk. Verschillende snoepjes om ze mee te versieren. Verschillende stukjes fruit die je lekker vindt. En yoghurt. Ik begin met het klokhuis uit de appel te halen. En dat doe ik met een appelboor. Nee, een grapje. Die maakt helemaal geen geluid.
Zo. Die haal je er voorzichtig uit. En kijk, het klokhuis zit er middenin. Want die is toch niet lekker om te eten. Dus ik ben blij dat hij eruit is. Dan snijd ik de appel in schijfjes. En, lijken ze al op donuts? Beetje wel, hè? Deze appelschijven of appeldonuts ga ik nu insmeren met wat yoghurt. Want de yoghurt is eigenlijk ook een beetje een soort van lijm. Want daar blijft zometeen goed mijn fruit aan plakken. Zo. En dan komt nu het allerleukste. Ik kan het gaan versieren. Met wat zal ik het doen? Ah, wat aardbeienschijfjes. Ik ben dol op aardbei en het heeft ook nog een leuk kleurtje. Wat bosbessen. Ook altijd lekker. En wat chocoladesnoepjes. Zo, en dan als laatste dit nog eroverheen. Nou, als dat niet leuk is, maak er gewoon lekker nog eentje. Bananenschijfjes. Zo. En ik zorg er altijd voor dat het rondje in het midden vrij blijft. Want dan lijkt het op een donut, toch? Zo. Dit, dat is toch te leuk. Zo, nou, het klopt dus wel, Zeppie. Ik snoep verstandig, ik eet een appel. Mmm.